Dit is een belangrijke mededeling voor iedereen hier in Nederland. En ik was vergeten om te zeggen, hey hallo allemaal, gaat het ook zo goed met jullie? Kutzooi is het credo. Een kutzooi houdt in dat je vrouwen hebt en die lopen met iedere man over straat. Zonder boerka. En mannen die te slap zijn voor woorden. De periwinkels heet dat. I periwinkle. You periwinkle. She periwinkles. He periwinkles. To be a slapjanus. Or not to be a slapjanus. Kutzooi is het. En dat maakt niet uit. Dan wees blij met die kutzooi. Dan heb je wat te doen. Er zijn zoveel dingen die jij kan. Je kan afwassen. Je kan toiletten schoonmaken. Je kan vloeren dweilen. Je kan rotzooi opruimen. En doe het dan. Ja, nog. Het is een kutzooi. Serieus. Hugo de Jonge is een kut. Mark Rutte is een kut. Ja, en kut betekent slecht in de vrouwelijke zin. Van yin en yang. Wist je nog? Yin en yang. Weet je het überhaupt? Wat dat inhoudt? En dat je je bek moet houden. En je hebt geen Mark Rutte nodig om jou te vertellen dat je je bek moet houden. En je moet je bek houden, je moet werken aan deze kutzooi. Wanneer was de laatste keer dat jij een brief kreeg van je Thaise basilicum? Van, oh, dankjewel dat je zo goed voor mij gezorgd hebt. Helemaal nooit. Nee, planten houden hun bek en die groeien in de kutzooi. En jij ook. Angst. Dat gevoel van angst is godslasterlijk. Je hoort geen angst te kennen. Dat staat je niet. In deze kutzooi. Begrijp mij goed. Ja, ik sterf in het bier en... Zoals Wijnanda zei, van ja, jij hebt gewoon mazzel gehad. Je hebt alleen maar mazzel. Nee, je moet werken in deze kutzooi. Begrijp mij goed. En nee, we gaan Mark Rutte niet doodschieten. Dat is bij deze verboden.
een verbod op geweld. Zo grappig. Je zou het filmpje moeten zien met die algemene politieke beschouwingen. En dan die van Thierry met de klemtoon. Baudet. En dan Mark Rutte en Hugo de Jonge. Die zaten in Plato's grot. Die zaten te kijken naar het beeld van hun smartphone. Boring. Ja, dat is dan... ja. Maar over de kutzooi, ja? Wat moet je doen aan de kutzooi? Met z'n allen demonstreren. Nee. Als je de kutzooi wil oplossen, dan plan je een demonstratie. Nou, jij bent generaal van een demonstratie, dus er moeten mensen komen. En die gaan met borden lopen van wat een kutzooi of zo. Einde aan slechtheid of zoiets. Het moet afgelopen zijn. Een verandering nu. Oké, dat is best. En een demonstratie is niet leuk als je met z'n drieën bent. Dat is veel te weinig. Dus dan moet je 30.000 of 300.000. Ja. En die mensen die komen demonstreren naar het Malieveld. Of, ja, en de. iets te drinken misschien? Iets te eten misschien? En hoe regel je dat? Ja, wie gaat dat betalen? Zo'n demonstratie. Ikzelf ben economisch. Ik heb een rekening courant en ik heb een spaarrekening. En die spaarrekening, ja, met een beetje up, een beetje down, going up, 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 going down. Ja, dat is allemaal gepland, maar die op de langere termijn. Het stijgt alleen maar. Ik weet echt niet wat ik met die poen moet doen. Serieus. Maar je kan toch een paard gaan kopen? Ja, Pippi Langkous of zo. Ik wil helemaal geen paard. Ik wil niet eens een poes. Ik heb heel even gedacht, want ik heb een poes nodig, want ik had een muizenprobleem, maar dat heb ik zelf opgelost. En die muizen komen niet meer binnen. Ik heb helemaal niks nodig. Sad, but true. Dat is van Metallica. Droevig, maar waar. Ik heb helemaal niks nodig. Ik ben gelijk aan Osho, Bachman, hè? Maar ik heb geen volgers. Ik heb helemaal niks. Ik heb helemaal niks. Ik hou van koken. Ik hou van opruimen. Ik hou van het scheppen van orde uit chaos. En des te groter de kutzooi, des te beter ik tot mijn recht kom. En voor de rest ben ik een sekswellusteling. Oxytocine, dopamine. Lekker zeg. Ik stel helemaal niks voor me. En jij ook niet. Want anders zou ik minder voorstellen dan jij. En dat kan niet.
Want ik stel helemaal niks voor. Ik ben een econoom. Ik ben zuinig. Ik hou van management. In de zin van management over mij. Ik ben zelf een specialist. Een acteur. Ik weet precies wat ik moet doen. Ik probeer en ik exploreer. En fijn vind ik het als er management is. Nou, dat is toch helemaal niet. Dus dan moet ik mijn eigen manager maar zijn, hè? Nou, doen we dat ook. Geen vrouwen in mijn leven. Dus als jij een compaan wil zijn, dus is het allemaal best. Maar waarom eigenlijk? Ik heb ontdekt dat als je als man, wanneer je geld creëert, je hebt heel veel geld, dan komen er mensen op je af. En die gaan je beschuldigen. En bekritiseren. En zo zijn mensen. Ja, de mensen in mijn omgeving natuurlijk. Als je rijk bent, als je geld hebt, dan ben je slecht. Je bent goed als je geen geld hebt. En een basisinkomen. Want dan hoef je niet per se te werken. Kutzone. Ik had een vriendin en die moest een tentamen doen. Op de HBO. En ze gaf mij de syllabus of zo, een artikel. Dat ging ergens over. En zij kwam er niet uit. En ze gaf die 2-3 pagina's aan mij. En vroeg aan mij, wat staat hier? Jij weet het toch allemaal zo goed? Dus ik lees het door. En ik zeg, het ging over osteoporose. Botontkalking. En zei van, oké, ja, ik snap het. Ja. Ja, als ik het samenvat, dan snappen mensen het. En zij, mij gevonden hebbende, ging op zoek naar avonturen. Wat een spannende wereld is het. Als je tieten hebt. 80D. De laatste foto die ik van haar zag. Toen had ze kort haar. Arm meisje. En zie je, haar gezondheid is denk ik niet goed hoor. Ik heb er al meer dan 20 jaar geleden heb ik haar voor het laatst gezien. Wat een kutzooi. Ik heb alles voor haar gedaan.
Ook mee op vakantie genomen. En niks is genoegen. Dat is een kutzooi, man. Een klote wijven. Rupsje nooit genoeg. Ik wil leuke dingen doen. Ja, dat soort dingen. Dat mijn dochter ook zo grappig. Naar die scheiding. En toen was ik eindelijk de baas in mijn eigen huis. In plaats dat ik zo'n kut heb. Met haar beta-mannetjes. Ja, dan ben ik hier de baas in mijn eigen huis. En toen heb ik tegen haar gezegd, je krijgt van mij geen zakgeld. Ja, ze was toen 10. Dat ga je verdienen. En een lijst gemaakt met huishoudelijke bezigheden. En dan euro's erbij. Of centen. Je verdient je zakgeld maar. En zij kijkt naar die lijst en ze zei, oké, stofzuigen, nou dat wil ik niet doen. En cd's opruimen wil ik ook niet doen. En dat wil ik ook niet doen. En hoe laat gaan we eten? En kan het een beetje op tijd zijn? Als mijn dochter zo doorgaat. Dan wordt het een herhaling. Punt. En dat is niet erg. Dat is moeilijk. Ik heb ooit nog gevreesd. Van, oh, straks krijg ze een kind. En nu ben ik daarvan onthecht. Ik denk, nou, een kind krijgt. Dat kind haar eigen kutschuld. Had ze maar niet geboren moeten worden. Dus mijn dochter mag haar kind. Dat wordt haar kind. Hè? Niet van twee, maar van één. Hè? Net als de bladluis. Hè? De bladluis. Dat is een beestje. Met de vreet en de. Biep, 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 en allemaal klonen. Hè? Een soort bacteriën-achtig idee. Je deelt jezelf in twee. Nou, dat doet ze nog maar. Dan wordt ze maar een bladluismoeder. Ja. En zij gelooft erin. Mijn dochter wil ook geen gesprek met mij. Helemaal niet. En ik waardeer dat. Ik vind het terecht. Zo hoort dat. Ik heb 10 jaar lang voor haar elke dag de afwas gedaan. 6 dagen in de week ontbijt gemaakt. 4 dagen in de week het warme eten op tafel gezet. Nou, dat is typisch een vent die. Ja, die moet je. Ja, dat is echt een stomme vader. Ik geef haar gelijk. Ik had haar moeder moeten slaan. Ik had tegen die moeder moeten zeggen om 6:30 's morgens. Gat van de bats, bed uit, ontbijt maken, sta op. Bats, bats, bats. Maar ik heb haar moeder niet geslagen. Ik was toen dom. Als jij, stel. Ik zag gisteren een vrouw met een mooi lichaam. Hè? Nou, die ja, dan moet ik sparen, moet ik poen hebben. Daar zou ik een kind mee kunnen maken. Als die vrouw doet tegen haar kind, zoals Wijnanda deed, die kut, hè? Tegen haar kind, nou, dan krijg ze klappen.
Een van de belangrijkste taken van een man in deze kutzooi is dat als jij merkt dat toen jij was naar je werk en dat jouw vrouw haar kind, dit is niet jouw kind, maar haar kind, ik ben mamaatje, en je hebt gehoord dat ze iets heeft gedaan en het hoort niet, dan moet je je vrouw slaan. Punt. En dat doe je niet met je handen, maar met je woord. En je gaat je vrouw, die haar kind heeft vernederd, die ga je vernederen ten overstaande van het kind. En je laat haar beamen dat zij een slechte moeder was op dat moment. Ja, amen. Met mij valt niet te spotten. Maar vrouwen deugen niet. Met hun make-up. En hun hoge hakjes. En hun veeleisendheid. He, dat vrouwen denken, ja, je moet gewoon vragen om veel. En dan krijg je het ook. Ja, je krijgt het voor je kop. Maar voor de bats, dat krijg je. Het is een kutzooi namelijk. Vrouwen kunnen geen kinderen opvoeden. Punt. Als je mensen laat opvoeden door een alleenstaande moeder, dan creëer je gevangenis, populatie. Een zwakke bejaarde. En geen bejaarde zoals ik zal zijn. Ik ben Johnny Walker. Vrouwen deugen helemaal nergens voor. Ik weet niet wat je ermee aan moet. Het is een kutzooi. En ik begrijp al van getuige Lamed, de codenaam, die heeft een slap janus als man, zegt zij. En bewijzen, ja, dat is ook vervelend. Ja, pauze. Ik zit niet te zeiken specifiek tegen mensen met de ballen, met de onderballen. Je hebt twee ballen in je schedel. Maar daar gaat het niet om. Het is een kutzooi. Dat is het. En wat moet je eraan doen? Ja, ik zou zeggen, je moet twee aanvalstechnieken hebben. Je moet toch zorgen voor een veilige omgeving. Dat als je de woning binnenkomt, dat er een geur is van gebakken uien. Een appeltaart. Een omgeving waarin het goed ruikt. Of verzin maar wat, dat maakt me niet uit, jongen. En aan de andere kant moet je toch Mark Rutte voor zijn bek schieten. En ik roep niet op tot geweld. Ik bedoel het metafysisch. Overstijgend. Metafysica. Fysicoi. Aristoteles. Je moet toch Mark Rutte pakken. En Hugo de Jonge.
En het antwoord is naar mijn mening in deze kutzooi: paintballen. Just do it. Hoe moeilijk is het nou? Hé? Je kunt toch wel een beetje paintballen? En een blauwe plek. Flikker op. Het punt is, je moet Mark Rutte paintballen en onzichtbaar zijn. Ja, los het op. Eén paintballetje, één verfbal is genoeg. Dat zal ze grote angst aanjagen. Dat zij ook beseffen dat ze kwetsbaar zijn. En Hugo de Jonge en Mark Rutte in deze kutzooi, dat zijn een stelletje kutten. Met Thierry Baudet. Zit Thierry Baudet, die houdt dan een toespraak, want dat mag. Ja? En dan gaan Mark Rutte en Hugo de Jonge heel geïnteresseerd kijken naar hun smartphones. Ah. Paintballen. Niet Severs, niet straks, maar hoort er nog, verdomme. Je veux l'amour. En geld. Om cadeautjes te kopen. Voor mijn vrienden. Niet Severs, niet straks. Maar hoort er nog. Verdomme. Want mijn dochter is een trut. Die heeft al 4 mannen vernageld. Dat is haar functie. Hè? Ik ben de prinses op de echte. Mijn dochter is een big no-no. Ik kan het weten. Een ontzettend stom iemand. Minachtend. En oppervlakkig. Het is een kutzooi. Want dat zijn die vrouwen. En minachtend en oppervlakkig. En arrogant. Arrogant betekent dat je beweert ergens verstand van te hebben. Maar dat heb je helemaal niet. Ik ben niet arrogant. Ik ben leergierig. Snap je? En beter is het. Als jij dat ook wordt. En dat je snapt dat deze kutzooi jouw voedingsbodem is. En niets anders. En verdiep jezelf. In de kutzooi, een plant heeft dus allemaal kutzooi, allemaal zwart en stinkt en zo. Maar dan gaan die wortels, die gaan omlaag. Die plant verdiept zichzelf. En de reflectie van de verdieping van die wortels, die gaat naar boven. En verdiep jezelf. Het maakt me niet uit waarin. Spaghetti bolognese. Nog een keer. Ja? Dat is bleekselderij.
ui en wortel in gelijke hoeveelheden. En ja, traditioneel gooi je dan dat gehakt erbovenop. Je kan er ook aan denken om het gehakt even in een andere pan te gaan bakken. En dan als het dan erbij. En dan tomaten. Ook lekker is om te werken met melk. Ja, van de Joden mag dat niet, maar het is wel lekker. Op z'n tijd. Drie tot vijf uur koken. Pruttel, pruttel, pruttel en roeren. Met een houten lepel. Bij voorkeur. Drie tot vijf uur. Dan heb jij een bolognese. Ik ga dat binnenkort weer maken. Dan heb ik maar een uur of zo. En toch staat daar een bolognese. Want ik ben aan het koken in deze kutzooi. Afgelopen vrijdag, ik ben kok op HK22, waar de zware jongens zitten en die molle jongen. Oh. Ik was erbij, ik stond in de keuken en er ging Albert Einstein, die ging uit zijn plaat. Nou, die heeft een hele... hoe die dat voor elkaar kreeg? Ja. Alles gemold, hè. Een heel stuk glas kapot, hè. Een drama. Dat was vorige week. En nu zat er een houten plaat op. Dat is kutzooi, man. Ja, komt het rust aan. En dan sta ik zo te koken op HK 22. En dan zie ik Albert Einstein bezig. En ik, oh. Ja, niet fijn of zo. Hè? Maar ja, ik ben er alleen maar aan het koken. Dus je kijkt uit het keukenraam. En je ziet het fout gaan. En je doet helemaal niks. We maken hem uit. Dus een stuk glas van het veiligheidsglas. En, ja, dat is een behoorlijke plaat glas. Maar ja, man. There is a whole lot of coffee in Brazil. Overvloed is dat waar wij mee te maken hebben. Mijn coördinator, die heeft een SLK van Mercedes. Fatsoenlijke auto. Hij heeft een cabriolet. Dus dat dak, dat kan... Bieep! Als het regent, dan gaat hij dicht. Voor de rest... happy driver. Er zit op zijn achterkant van zijn auto... Er zit een sticker. Het is een Apple.
zo'n witte appel. Een appelsticker. Ik zei, hij werkt met Macintosh, dat weet ik. Ik zei, is dat jouw sticker? Nee, zei die zat erop. Nou, dat staat er helemaal niet. Helemaal maf. Die sticker moet eraf. Dat is kutzooi namelijk. Dat hoort niet. Nee, ik wil graag onder mijn coördinator dienen. Maar die met een Apple sticker op zijn SLK van Mercedes. Dat ik kan me halen. Dat kan toch helemaal niet. Dus die sticker moet eraf. En dan zei ik tegen mijn collega van nou, we gaan die sticker eraf halen. Want dat staat niet. Ja. Mijn collega die heeft niet eens een rijbewijs. Ik heb geen auto. Onze coördinator heeft een Mercedes SLK. En er zit een stomme sticker op. Ja, morgen brengen, dacht ik. Die sticker moet eraf. Dan zei mijn collega, ja nee, maar als we dat gaan doen, hè, ja, straks beschadig je de lak en dan krijgen we gezeik met de coördinator. En dat is denken in problemen. Pauze. Die sticker gaat eraf. En het gaat er niet om dat onze coördinator zegt, oh wat fijn dat je die sticker hebt verwijderd. Nee, het gaat erom dat onze coördinator in de rondte rijdt in een SLK zonder zo'n stomme sticker op zijn kont van zijn auto. Want dat siert ons niet. En wij haten die sticker. En die gaat eraf. Of de gladiolen. In deze kutzang. Zo'n mede-collega. Die zit in. Ik ben buurtconciërge in Arnhem. In Klarendal. En die gozer die zit in Presikhaaf. Nee, Geitenkamp. Geitenkamp zit hier. Ook leuk. En die zei. Ik heb anderhalf uur geluisterd naar dat geouwe hoer van jou. Dat ga ik nooit meer doen. Dat is een man naar mijn hart. Je moet helemaal niet luisteren naar mijn geouwe hoer. Je moet aan de slag gaan. Je mag mensen niet van hun werk afhouden. Hè? Of wel. Nou dan. Stop whining. Nihil doleo. En Bereshit. Dat laatste was Hebreeuws. Is een mooi liedje van. Getting out of here. Stop deze wereld. Ik wil eraf. Ik kan dat heel goed begrijpen. Iedereen is lui. En in plaats van op het toneel der wereld te staan, zitten ze liever in de zaal met een bakkie met popcorn. En een lekker wijf met intelligente tieten. Maar zo is het niet. Je zit in de kutzone. Punt. En waarom eigenlijk? Er is een boek geschreven en dat heet De Fysica der Onsterfelijkheid. In het Engels dan, maar in het Nederlands heet het zo. De Fysica
der onsterfelijkheid. En lees dat boek. Boek een vakantie. Neem dat boek mee. Ja, en als je het op mijn manier wilt doen. Ik heb dat boek gelezen op het eiland Ibiza. Liggen, man. Om 12 uur naar de lunchfaciliteit. En dan calamaris eten. En bier erbij. En dan verder lezen. Ja, dat heb ik gedaan. Jij hebt misschien een ander idee. In deze kutzaai. Nee, maar zo'n boek, hè, dat wil ik wel lezen. Maar dan wil ik naar Otterlo. En dan wil ik onder dennenbomen. En dan moet ik ook dat er padden langskomen. En dan terwijl ik dat boek lees. Ja, dat is best, jongen. Het is toch een kutzaai. De bedoeling is dat de kutzooi wordt opgeruimd. Links is niks en rechts is recht. Wij werken niet voor een werkgever hier op aarde. En Christus heeft gezegd, noem niemand op deze wereld je vader. Ik zeg, noem niemand op deze wereld je werkgever. Want iedereen is de weg kwijt. Niemand weet waar het naartoe moet. Helemaal niemand. Begrijp mij goed. Zorg dat je op tijd bent. Als jij een afspraak hebt, dan ben jij op tijd. Oh, ben je er nu al? Ja, dat ben jij. Op mijn werk hebben we een collega en die komt categorisch te laat. Altijd een paar minuten. Tot en met 10 minuten of een kwartier. Altijd te laat. Nou, niet altijd, maar opmerkelijk vaak. Te laat. Lul. Maar hij komt uit Syrië. Het zal wel goed zijn, hè? Hij kan geen Nederlands, dus dat zal wel goed zijn. Droplul dat hij is. Ik heb geen respect voor mensen die te laat verschijnen op een afspraak. Geen respect. Ik minacht die mensen. Ja, ik ben te laat, want er is iets gebeurd. En daarom ben ik te laat. Want ben te laat, maar dat was ook heel belangrijk. En daarom ben ik te laat. Jij bent niet te laat, je bent onderdeel van de kutzooi. 8 uur is 8 uur. En dat betekent 7:50 aanwezig, zodat je zeker weet dat je om 8 uur gaat beginnen. En niet om 7:45 komen aankakken. Als je om 8 uur moet beginnen. Punt. Geen respect. Voor luiheid. Op die manier. In de Bhagavad Gita. Dat is een klein stukje van de Upanishads. De Bhagavad Gita.
Daarin staat dat luiheid een deugd is. Dan moet je wel begrijpen wat ons bedoelde. En niet dat je te laat komt op een afspraak. En die Syriërs, in dit geval dan die Syriërs, die begrijpt er helemaal niks van. Die denkt, nee, ik kom gewoon, ja, er is een afspraak om 8:00. Nou, dan beginnen ze maar alvast en dan kom ik daarna wel even aan. Kakken! La ilaha lilala. Aan mijn reet, jongen. Een minachting. Dat is een kutzooi. Al die buitenlanders. Dat is een kutzooi. Crybabies. Dat zijn het. Die denken dat mama, dus heilige Maria, moeder van God, dat er een soort mama in de hemel is en die zal wel voor ze zorgen. Ja, als je dat gelooft, dan krijg je een kutzooi. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en tot in het uur van onze dood. Amen. Ja, flikker op. Dat is kutzooi. En met die Astarte. En Isis. En die anderen. Van Babylon. Zoveel namen van een vrouw in de hemel. Flikker op. Dat is kutzooi. Er is helemaal geen vrouw in de hemel. Er is helemaal geen moeder van God. Hoe kom je erbij? Er zijn vrouwen en die houden niet van stofzuigen. Zoals mijn dochter. Oh nee, stofzuigen, dat vind ik ja, minder werk. Ja. Snap je? Dat is kutzooi. Mijn moeder is kutzooi. Mijn zus is kutzooi. Het valt te overwegen om een regio te hebben met slechts mannen. Slechts rationele. Een regio met mensen die een wil hebben om orde te scheppen uit chaos. En de rest kan onze rug op. Dat bedoel ik. Het is een kutzooi. En dan zeggen we van oké, dan heb je al die regio's met het allemaal een kutzooi. En iedereen is inclusief. En ja, of je een mannetje of een vrouwtje bent, dat ligt aan je gedachten. En iedereen mag lekker doen wat hij zelf wil. Dat is de kutzooi. En dat we een regio hebben ter compensatie. En dat is een klotenzooi. Heeft niet gewerkt? Nou, dan hoef je ook niet te eten. Als je gewerkt hebt, dan krijg je te eten. Heb je niet gewerkt? Dan krijg je niks. Waarom? Ja, en zoek het zelf maar uit. In deze kutzooi. Ik doe helemaal niks meer voor vrouwen.
Als een vrouw naar me toe komt en... professioneel, in Klarendal, waar ik buurtconciërge ben... Ja, wij worden voornamelijk benaderd door vrouwen. En die hebben een periwinkel. Een slapjanus. Als man. Of helemaal geen man. Snap je? Ik heb nu zo'n issue op mijn werk. Een vrouw heeft geluidsoverlast. Ja. En dan gaan we weer. En die vrouw die komt naar mij. Ja, naar ons. De politie is al geweest. En waar is die kerel van haar? En mijn collega zei nog tegen onze coördinator van... Ja, er zat last van geluidsoverlast van de buren. Maar hij was een bloedmooi wijf. Ja, dat zag ik ook, ja. Kutzooi. Een bloedmooi wijf. Zonder kerel. Als ik een man was geweest, dan had ik korte metten meegemaakt. Even naar de buren gaan. Hé, hey, hallo. We gaan morgen barbecuen en willen jullie meedoen. Dan gaan we met z'n allen even barbecuen. En, je denkt maar dat je alles mag van mij. Ik zit hier in een kooi en ja. En wil je rode wijn of liever whisky? Of stom bier? En gebraden vlees. En dat het goed stinkt. En dat is de man. Snap je? En jij als man. Het maakt niet uit waar je ballen hangen aan de onderkant. Hè? Ja, die bovenballen, dat snappen we wel, dat zijn je ogen. Maar die onderballen, waar die hangen, maakt niet uit. Stand up. And deliver. En deze vrouw die komt dan naar mij toe en mijn collega. Ze zeggen helemaal niet goed. Ze zegt niet weg. Het antwoord is zo simpel. We komen daaruit. Dat is mijn wens. Mijn wens is dat de kutzooi niet groot genoeg kan worden. Of nog een keer Bereshit. Bara, Elohim, Hashemayim, Haaretz. Dat zijn 5 woorden. En als jij ze begrijpt, dan ben je mijn broeder of mijn zus. Toch? Maar ik heb er geen enkel probleem mee om mensen met de ballen in de buik mijn broeder te noemen. Negers vind ik ook onbelangrijk. Om dezelfde reden. Oh, je bent een neger? Ja. En? Vraagteken. Je kan wel een neger zijn. Maar wat houdt dat in dan? Ja, ik ben onderdrukt. Dat zeggen vrouwen ook, hè? Ja, ik ben onderdrukt. Ja, door wie? En wanneer? Nou, het is meer het algemene gevoel, hè? Dat ik me onderdrukt voel. Ja. De tijd van vergeving. Met die vriendelijke woorden van Christus Jezus. Ja, hou er mee op.
de tijd is dat jij orde gaat scheppen. En je kan geen orde scheppen uit orde. Do not fix anything that is not broken. Je kan alleen orde scheppen uit kutzooi. Voor de... Dit is Christus Jezus. Nee, dit is dan... dit is Matthäus. For the kingdom of heaven is unto a man a householder with a vineyard. Het koninkrijk der hemelen is gelijk een man die een huis heeft en een wijngaard. Het enige dat die man nodig heeft, is arbeiders. Arbeid macht vrij. En het maakt niet uit of je op het allerlaatste erbij komt. Echt niet. Het maakt uit of je erbij komt of niet. En zo niet, dan ga je in de wasmachine. En opnieuw. Begrijp mij goed. Ik ben niet boos. Maar niet. Dat is één grote kutzooi. Dat is het. Een kutzooi. Overal. Bij de overheid is het een kutzooi. En al die alleenstaande moeders die hun kinderen tyranniseren. Ja, nee, maar je mag niet. Pas op, enige fout. Ik heb het allemaal gehoord, man. En menige traan geplengd. Zo noem je dat. Maar kijk, ik eet zout. Dus, ik eet zout en ik saap. Dus ja, huilen, dat is voor mij een doorgaand proces. Suipen, zout eten en janken. En kijken wat er van komt in deze kutzooi. Ik heb ooit gedicht Life is Engels, hè? Life is determining differences. Leven is het bepalen van verschil. Niet alles leeft. Het meeste is kutzooi. En slaat helemaal nergens op. Mijn moeder, Wilhelmina, Maria Bosman. Dat is een mooie naam, weet je niet? En die had verzonnen van ja, de scheiding is daar, dat was al in 2011. Wij gaan naar Bodrum.
Want jij kan het toch wel betalen met jouw poen. Ja, dat kan ik inderdaad betalen. En ik naar Bodrum. Dan word ik als eerste gearresteerd door de marechaussee. Toen moesten we met de trein naar Rotterdam. En dan alsnog naar Bodrum. Ja, leuk hè, vrouwen? Kutwijven. En in Bodrum, dat is uitgaansgebied, dus de toeristenlocatie, met gaten in het asfalt. En autowrakken. Op straat. Op de J.P. Heijenstraat stond ook zo'n ding. Zo'n verlaten auto. Dat was eventjes naar handhaving. En die auto is weg. In Bodrum kennen ze dat niet. Daar kennen ze geen orde uit chaos. Er zijn domme Turken, kennelijk. Mijn stiefvader, de nieuwe man van Wilhelmina Maria Bosman, die zei, best wel leuk, joh. Die Turkse cultuur met gaten in het asfalt en autowrakken op straat. Dat is een kutzooi. Kutzooi is het. Verdorie, mijn moeder, die zegt, ja, die. En dan word ik eerst gearresteerd door de marechaussee. Dat liep allemaal goed af, en mag helemaal geen donder uit. Maar ja, het is wel dat je gearresteerd worden. Dat is niet per se mijn vakantie naar Bodrum. En dat ik ook in het busje zat met die marechaussee-lui. En dat die gozer aan mij vroeg, die had hele mooie ogen. Ja, typisch een man, die heeft geen make-up nodig. Een hele mooie man. En die vroeg aan mij, ja, wat ben je eigenlijk aan het doen? Waarom zit jij met mij in deze arrestatiebus? Ook dat nog, hè? Ik zei, nou, ik ben op weg naar Bodrum. Want mijn moeder, die heeft het gevraagd. En toen zei die marechaussee tegen mij. Oh, maar jij komt in Bodrum. Ja, oké, als het zo is. Maar waar staat dat op? Deze kutzooi! Ja, verschrikkelijk. Hey, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.